kan hier dus 25 centiliter tweetakten. Ik doe hier ongeveer 25 kilometer mee. Wat dat de tweetakt in is, is gewoon een flesje van cola. Eigenlijk ja, vrij simpel. Dat darmpje is gewoon van een oude aquarium. In stukjes geknipt en dan zo via de carburateur in het flesje. Binnen 4 maanden word ik 16. Dus daarom rijd ik nu voorlopig nog met dat. Omdat dat eigenlijk zo gezegd geen brommer is, maar nog altijd de kettingzaag. De achterrem heb ik losgemaakt en heb ik rechtstreeks op mijn gas hier van de kettingzaag gestoken, dat hij open als je gas geeft. Dan komt dat hier tegen en dan draait hij rechtstreeks op mijn wiel. Als je stilstaat, gaat hij niet bijvoorbeeld rechtstreeks vooruit rijden. Dus pas als je gas geeft, dat dat open schiet, dan komt dat tegen dat ijzerwielke en dan rijdt hij vooruit. Het is er natuurlijk niet voor gemaakt voor op een fiets te zetten. Het is eigenlijk gewoon gemaakt om bomen mee door te zagen. Natuurlijk altijd een beetje bijsteken. Maar een keer dat je weg bent, heb ik niet zoveel kracht meer nodig. We rijden nu ongeveer 28. Op het gemakske. Je haalt ook wel maximum 67. Wat dat toch wel veel is voor een kettingzaag. Ik moet remmen met mijn voorrem. Soms wel een beetje gevaarlijk.